De overstromingen van de Dender zetten al jaren de streek op zijn kop. Om de 5 tot 10 jaar zitten mensen in de ellende. Ik woon hier al sinds 1994 en heb al 3 keer water binnen gehad. Mijn vrouw is zwanger van ons 2e kindje en er komt maar geen duidelijkheid. Gaan we hier kunnen blijven of niet? Bij overstromingen word ik als richting Wallonië gekeken. Daar zijn al heel wat sluizen vernieuwd. Of dat zoveel uithaalt, is een andere zaak. Zelfs minister Lydia Peters van Open VLD zei in het Vlaams parlement dat die sluizen het niet alleen gaan oplossen. Het strategisch plan gaat er nu sowieso van uit dat er 25% minder water uit Wallonië gaat komen de volgende jaren. Concrete engagementen of berekeningen zijn er daarvoor niet. Voorlopig blijft dat louter giswerk. De natuur voorspelt het omgekeerde. Het aantal dagen met zware neerslag vertoont een significant stijgende trend sinds de jaren 1950. Inmiddels stelt een jaar gemiddeld 5,7 dagen met zware neerslag. Daar waar dit tot de jaren 1950 nog maar 3,4 betrof. We zijn aan de monding van de Marke en de Dender in de Zakkeren, Wallonië, net voor Gerardsbergen. We staan hier omdat duidelijk is dat de overstromingen van de Dender niet alleen langs de Dender moeten opgelost worden, maar dat ook de zijbeken moeten aangepakt worden. Als je water niet hogerop opvangt en vasthoudt, dan komt het veel te snel naar de Dender zelf die die vloed niet aan kan. De Marke werd in de jaren 70 gekanaliseerd, wat er enerzijds voor zorgde dat de weiden in de omgeving van de Marke droog bleven, maar dat het water veel sneller in de Dender kwam. Daarom is men nu een programma herbegonnen waarin men de Marke opnieuw wil deanderen en eigenlijk de nadelige effecten van de kanalisering wil wegwerken. Het kost dan wel 2 keer zoveel om alles gewoon in de oorspronkelijke toestand te brengen van hoe het was. Maar dat is waterbeheer in Vlaanderen. We zijn in de Majoor van Lierdelaan in Gerardsbergen. Hier zijn al een 10-tal huizen afgebroken die regelmatig onder water stonden. Het is een woonwijk in overstromingsgebied. In de plannen die nu opgemaakt worden is opnieuw sprake van een 5 tot 20-tal huizen die het laagst gelegen zijn af te breken om ruimte te geven voor het water. Een andere optie is het vliegveld dat hier iets verder ligt ontruimen en daar plaats creëren. We staan recht tegenover het oude industrieterrein UNAL, Union Alimentaire, de Stekskesfabriek in Gerardsbergen. Ook dit is een plaats waar historisch industrieterreinen gebouwd zijn in overstromingszone en waarbij men er in het nieuwe plan aan denkt om dit gebied toch ook toegankelijk te maken voor water, vermits er ook maar een klein aantal bedrijven meer opzitten die je op termijn kan lokaliseren en een zogezegd uitoefeningsbeleid kunt voeren waarbij je geen nieuwe vergunningen verstrekt en die mensen een andere plaats geeft. Vraag is natuurlijk wat doe je met deze grond. Industrieterrein uit de jaren 50, 60, dus wat hier allemaal in de grond zit en hoe je dat een andere plaats gaat geven als je die zaak hier uitgraaft, dat wordt een bijkomend probleem. Ik denk dat elk bedrijf die hier zit wel min of meer bereid is om te verhuizen indien er een geschikte locatie gevonden wordt en indien dat daar een billijke vergoeding tegenover staat natuurlijk. De failliet wasserij die moet volledig gesaneerd worden, die grond. Men spreekt daarover bedragen van etelijke honderdduizenden euro's. Ik veronderstel dat er nog wel zones zijn op de site hier. Dus de volledige site van zoveel hectare volledig gaan klaarmaken om als overstromingsgebied te fungeren, zou honderden miljoenen euro's gaan kosten waarschijnlijk. In Gerardsbergen is het een jaar lang sport om te bouwen in overstromingsgebieden.
Langs de Astridlaan planten men warenhuizen neer en in het centrum werd zelfs een bouwvergunning uitgereikt voor appartementen naast de Molenbeek. Resultaat? Ook de zijlopen van de Dender zitten vol en de civiele bescherming wordt gevorderd om de pompen in gang te zetten. Climaxie vraagt een algemeen verbod op bouwen in overstromingsgebied. Zonder dit verbod heeft geen enkel plan zin. Zelfs het provinciaal centrum De Gavers overstroomt nu regelmatig en moest bijvoorbeeld tijdens de krokusvakantie de deuren sluiten. Deze situatie zal er, gezien de klimaatwijziging, niet op verbeteren. Al deze problemen zorgen voor menselijke en economische schade. Wat De Gavers betreft zou de provincie bezig zijn met een alternatief plan. Ook in Zandbergen en Idegem zit men regelmatig met de voeten in het water. Volgens het strategisch plan zouden een aantal huizen in Jan de Komaanstraat beter verdwijnen. Andere wijken wil men beschermen met kleine dijken. Wij hopen dat men de bovenloop van de beken die in de Dender uitmonden niet vergeet. Het water wordt best opgehouden helemaal bovenaan. Het is niet alleen de Dender die te veel te slikken krijgt en overloopt. Ook de zijrivieren dragen bij tot de chaos. Die zijbeken heeft men in het plan dat voorligt niet verwerkt. Daar worden weer andere plannen voor gemaakt. In Nienoven en Liedekerke kent men dezelfde problemen. Industrieterreinen zijn te dicht bij het water gebouwd en woonwijken lopen onder. Ook daar begint de ellende in zijbeken zoals Beverbeek en andere. De Wellemeerse in Denderleeuw is het enige natuurlijke overstromingsbekken dat zijn functie nog vervult en dorpen behoedt voor grotere rampen. Van Aalst tot Dendermonde wil men de Dender uittypen en toegankelijk maken voor schepen tot 1350 ton. Momenteel is dat 650. De vernieuwing van de verschillende sluizen op de Dender heeft dan ook meer te maken met het bevaarbaar houden van de rivier dan met het beheersen van overstromingen. De vraag is of die bevaarbaarheid een realistische economische optie is. De Dender mondt uit in de Schelde. Tot nu toe hebben we het nog niet meegemaakt dat zware neerslag in het Denderbekken gepaard gaat met hoogtij van de Schelde. Als dat ooit gebeurt, staan we voor andere en nog grotere problemen. Het baggeren van de Dender is maar een halve oplossing. Men haalt er nooit het volume uit dat men nodig heeft om toekomstige overstromingen in een gewijzigd klimaat te vermijden.